Ja, hallo allemaal, dit is Björn van Oftobrevius en van harte welkom op deze nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator 2021 met Blevius natuurlijk. En vandaag gaan wij rijden met de ICM-M. Beste machinist, vandaag rijdt deze ICM-M van naar Hemdrecht. U hoeft tussendoor nergens te stoppen, op Hemdrecht kunt u pauze houden. Prettige rit. Nou, zoals we weten komt het altijd wel behoed eigenlijk. We doen even de deur open. Lichtjes natuurlijk even aan. Ik zit alleen even met de koersborden, want natuurlijk hebben wij nog geen fictieve namen hier op staan. Misschien dat we het gewoon even op de extra trein laten in dit geval. Dus misschien wel even het beste. Zo. Die douwen we eventjes omhoog. We hoeven tussendoor dus nergens te stoppen. Dus het wordt een ritje naar... What? Dus het wordt een vlot ritje. Dat is op zich ook wel prettig. We hebben hier de Valleilijn GTW. Kijken of hier nog wat meer treintjes staan in ieder geval. Oh daar! Hey, een flinke DDZ jongen. Dikke DDZ jongen! Nou, lekker, het is lekker rustig vandaag hier in Kramendijk. Mag ook wel een keer, want het is altijd zo druk hier. Volgens mij... Komen daar twee treinen aan? Nee, die staan daar gewoon stil. Die staan daar stil. Oh, het is een DDZ die verplaatst. Ik hoorde iets met tik-tik. Dus ik dacht van, we verplaatsen hier iets. Maar ik kon even niet plaatsen wat het was. Maar het is de DDZ. Ja, iets met Toulou. Hartstikke mooi. Hey, en er komt dan hier nog een SGM binnen. Of SNG. Er komt hier een SNG binnen. Netjes gebruik gemaakt van de stopping markers. Maar ja, dat vind ik in ieder geval tof. Wij mogen trouwens vertrekken. Zo, ik ga naar voren. Hebben we al trouwens. Atom Buddy moet nog even aan. De remmen gaan los. Ho eens even. Deze komt mij vrijwel bekend voor. Hallo. Die heb ik al een tijdje niet meer gezien. Maar het is wel leuk dat hij op zich erin zit. Die kan ik een tijdje niet meer gezien. De Blevius Firm editie. Wat leuk. Zo. Even sneller. Klopt natuurlijk dat je niet heel veel van de motor hoort momenteel, omdat wij aan de andere kant zitten. En als ik hier ga zitten, hoor je ook niks. Nou, wat tof. Nou, er staan hier nog twee mooie tractors staan hier opgesteld. Ik kan zo meteen wat sneller rijden. Of je nu wel hoort. Ja, nu hoor je het wel iets inderdaad. Maar goed, het is dus omdat je hoort natuurlijk alleen maar het welbekende choppergeluid op het moment dat je dus echt onder de motorbak zit. Dan hoor je dat heel goed, maar hier helaas niet. Er staat daar ook nog een mooie tracks opgesteld. De Dam tot Dijk Express natuurlijk. Wel mooi dat het in ieder geval gebruik is gemaakt van het, hoe moet ik dat zeggen, van het opstelterrein. Die staan in ieder geval niet leeg, dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Het is ook maar een mooie drive-by-de met de techniek soms. Ik
vind zijn tyfoon nog steeds erg bijzonder. Maar goed, dat zal wel een beetje aan mij liggen. Nou, op deze snelheidsbeperking hoeven we verder niks te doen. Lekker langs de Mackie, altijd tof. Nou, ik ben in dit geval echt gewoon blij dat men hier ook overal netjes stopping points heeft gebruikt. Even de remmen. De snelrij is niet heel erg netjes, hè. En daar hebben we de van Dam tot Dijk. Is dat Dam tot Dijk Express? Die niet. Dit is gewoon de Trax. Zo. We kunnen weer prima laten rijden zo. Ja, dit is natuurlijk de route van Kramendijk wordt op momenteel nog steeds aan gewerkt. Er wordt ook nog weer een uitbreiding van verwacht. Wanneer die uitbreiding is, dat weet ik niet precies. Maar ik weet in ieder geval dat ze met een uitbreiding bezig zijn, gelukkig. Dus dat is wel heel erg mooi. Dat is een heel armzielig traktje. Oh, die rijdt gewoon helemaal alleen. Daar nog een firm. Nou, aan AI-verkeer kom je in ieder geval niet tekort hier. Dat is echt wel ruim voldoende, gelukkig. Het is persoonlijk zo dat ik natuurlijk altijd het liefste op bestaande routes rijd in Nederland. Dat is voor mij, dat vind ik gewoon persoonlijk een van de leukere dingen om op te rijden. Maar daarentegen ben ik echt altijd wel fan geweest van dit soort routes. Altijd wel. Hier kun je heel veel dingen om je heen kun je in ieder geval zien. Er zijn geen lege stukken of wat dan ook. Alles is gewoon gevuld vanuit de cabine, zeg maar. Dus je moet niet als een of andere pannenkoek moet je helemaal naar boven heen gaan en dan 20 kilometer in de verte gaan kijken en zeggen van hé, dat is niks. Nee, hè. Maar vanuit cabineperspectief is het gewoon echt netjes gevuld allemaal. Dus dat is super. Fijn dat je ook nog een super grote IKEA is natuurlijk. En dan hebben we nog een Trax. Oh, kijk eens aan. Moeten we 130 rijden, maar ik denk dat als we uit laten rollen we redelijk ver komen. Ding! Nice, we gaan over de flyover, dat vind ik wel mooi. Nou,
als je hieronder kijkt, dan zou je normaal gesproken de HSL op gaan. Dus als je hier kijkt, dit is in de richting van de... Hier ga je de HSL over. Natuurlijk is wel een van mijn favoriete dingen om overheen te rijden. En als je op de kaart eventjes wil zien, wij rijden dus momenteel deze kant op. Dit is de HSL gedeelte, hier ga je dus helemaal naar Haarburg heen. Wij gaan dus naar Hemdrecht, dus de andere kant op. We zijn zeg maar wel intercity, hè? Dus we kunnen wel mooi gooien in één keer één stuk van dan doorrijden. Oh. Voor mij gingen we naar een... Ja, ik dacht voor mij. Maar daarentegen zijn deze diensten natuurlijk hartstikke leuk om te rijden. Ik bedoel dat je gewoon in één keer rechtstreeks helemaal door kunt gaan. Dit heeft trouwens ook wel echt een super mooi uitzicht. Daarom zie ik ook dat het dat heel het Nederlands van zich af heeft natuurlijk. Mooi van die mooie windmolens in de verte. Kijk, het is fictief Nederland, hè? Laat dat even voorop stellen. Kruising tussen onszelf. Nou ja, kruising met een ICM in ieder geval. Alleen die heeft het geluk dat hij een dubbele heeft. Even aan de rem trekken. Even kijken, hoe laat komen wij aan? Wij komen aan om 42. Dat betekent dat we nog prima en op tijd rijden. Zometeen moet ik even afremmen naar 80. Je kunt best even een taxi loslaten, denk ik. Laten we even een stukje uitrollen.
zie ik mijn muis nog in beeld op staan. Dat is niet netjes. Nou, dat is inderdaad. Eerst een paar mooie screenshots maken natuurlijk. Dit lijkt wel een beetje op hoe je Deventer binnenkomt, moet ik zeggen. Want normaal gesproken heb je die splitsing ook, zeg maar, tussen als je naar Deventer heen gaat, of als je van Deventer weg gaat, kun je twee kanten op. Je kunt richting Almelo en dan kun je richting, of de andere kant ook weer op, voor mij is dat Roosendaal. Ja, dat is Roosendaal. Dat doet me wel een beetje aan denken, zeg maar. Heeft het zin om nog sneller te gaan rijden? Ik denk het niet, of wel. Je mag wel sneller, maar we komen toch in de buurt van het station zometeen. Dames en heren, het volgende station is station Hemdrecht. Station Hemdrecht is het eindpunt van deze trein. U wordt allen verzocht hier uit te stappen. Vergeet bij het verlaten van de trein uw eigendommen niet. Heeft dit van het station Eindhoven weg, of ben ik nog helemaal gek? Misschien ben ik ook helemaal gek, dat kan ook nog. Zo, netjes stoppen bij ongeveer, ja, ongeveer bakbordje 2-4. Dat is wel zo even netjes. Of in ieder geval, nou, dat gaan we wel redelijk goed. Laten we even kijken. Is dat heel erg strak? Nee, maar ik vind het goed genoeg. Dames en heren, dat was deze aflevering voor vandaag. Ik hoop dat jullie hiervan hebben kunnen genieten. Zowel doen en even een blauw duimpje omhoog als deze. Leuk comment voor de volgende keer. En als jullie meer willen zien van mijn episodes, dan kun je uiteraard abonneren op dit kanaal. Voor nu, dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. En uiteraard tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.